Hoi, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Mattia, als je me nog niet kent. En ik ga vandaag een body and fit unboxing doen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een body and fit unboxing voor jullie gepland staan. En het leuke aan mijn samenwerking met body and fit is dat ik natuurlijk een kortingscode heb. Mattia10 kun je gebruiken op bijna de hele webshop. En dan krijg je 10% korting op alles wat je bestelt. En ik weet dat veel van jullie daar al grondig gebruik van maken. En jullie sturen mij ook Insta-DM's met jullie aanwinsten. Of op Snapchat. En dat vind ik echt super leuk. Dus dankjewel daarvoor. Mocht je me nog niet volgen op Instagram, doe dat zeker. En stuur me zeker een foto van jouw pakketjes. Als jij wat besteld hebt met Mattia10. En dan post ik ze ook op mijn Instagram story. Ja, mijn samenwerking met Body & Fit is zo dat ik natuurlijk deze producten gratis krijg. Dat wil ik altijd even bijzeggen. Het leuke daaraan is dat ik alles kan uitproberen. Dus soms heb ik wel eens producten dat ik denk van, ik weet het niet helemaal. Maar dan ga ik het gewoon even uitproberen. Want ja, dan weet ik het misschien wel helemaal. Aan het einde van deze video zit nog een giveaway. Dus vergeet niet de hele video te kijken en dan op het einde de giveaway te joinen. Nou heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen. Dus laten we beginnen. Ik heb alles hier beneden staan. Het is serieus zo'n zware doos. Ik kan het gewoon niet tillen. Het is echt heel gênant. Het is in ieder geval een hele grote doos. Met heel veel plastic ook. Ten eerste, waar kunnen we beginnen? Ik weet het gewoon niet. Oh, dit lijkt me een goede om mee te beginnen. Whip and Whey Bar. Whip and Whey Bar. En waar die mij op doet lijken, is een Kinder Bueno. Daar lijkt het op. Ik ben heel benieuwd of die ook zo smaakt. Wat ik natuurlijk ook even ga proeven. Dus dat doe ik hierna. Dus ik weet het, op het moment dat ik op mijn bed zit, weet ik niet hoe die proeft. Maar ik zal er wel even een clipje in gooien waar je mijn reactie ziet. Tijd om deze eventjes te proberen. Ja, ik ga even zo staan, want het ligt beter. Oh. Zo ziet hij eruit. En ik ga een hapje nemen. Lekker. Ja, lekker. Yummy. Dus dat is de Whip & Whey Bar van Body & Fit. Alle linkjes van alle producten zal ik in de beschrijving zetten. Ik zet wel in beeld ergens wat het kost, oké? Okay? Dat lijkt me het verstandigst. Dan heb ik deze shakebeker. Ik bedoel, ik heb nooit genoeg shakebekers. Dit is de I am... Oh, ik zei I am dead. I am dedicated staat erop. En deze heb ik al eerder gehad. Er zit een... De manier van shaken is door middel van zo'n filter. Dus niet zo'n bolletje of zo, maar gewoon een filter. En dan heb je ook nog onderin een compartiment waar je je poeder in kan doen. Dus mocht je op weg naar de sportschool pas dit willen gebruiken. Of ja, nog niet. Bijvoorbeeld je hebt een hele dag voordat je naar de sportschool gaat. Dan is het niet zo lekker om al te shaken van tevoren. Dus dan doe je gewoon poeder in de onderkant. En zodra je op de sportschool komt, voeg je het bovenin en doe je water toevoegen en shake je. En dan kun je beginnen aan je workout. Dus dit vind ik een hele mooie beker, shake beker. En ook niet zo meteen zo vrouwelijk. Dan heb ik weer een nieuwe zak Whey Perfection gekocht. Cookies and cream. Deze gebruik ik vaak voor de eiwit shakes die ik neem. Dus 's ochtends neem ik altijd... Ik neem 3 keer per dag eigenlijk Whey Perfection als ik train. 'S ochtends door de havermout doe ik een scoop. Daar heb ik vaak de smaak cookie, nee, chocolate coconut bounty. Tijdens na mijn training neem ik dan een eiwit shake. En dat is vaak met cookies en cream. En dan 's avonds door mijn kwarkje doe ik weer een scoop Whey Perfection. En dat is in de smaak berry blast. Dus dat zijn eigenlijk de 3 smaken waar ik uit ervaring, weet je wel, jarenlang gebruiken. Vind ik dat een beetje de lekkerste smaken tot nu toe. Maar ik ben natuurlijk ook experimenteren naar nieuwe smaken. Maar voor deze keer heb ik gewoon een standaard smaak genomen die ik gewoon lekker vind. Ik vind dit de fijnste verpakkingen. Of misschien 1 maatje groter. Dit is 750 gram en dat zou dan 26 servings zijn. 1 maatje groter kan ook nog. Dus soms neem ik 1 maatje groter. Maar voor nu heb ik een zak. Volgende product zijn BCAA's, amino's. Dit is mij heel vaak gevraagd of ik deze gebruik. En ik heb deze van Body & Fit wel eerder gebruikt. Toen vond ik het smaakje niet zo lekker. Dat was Fruit Punch, was niet mijn cup of tea. Maar hey, dat is voor ieder voor zich.
Ik heb nu gewoon een ander smaakje geprobeerd. En ik hoop dat deze wel heel lekker zijn. Ik vind BCA's namelijk heel chill om te drinken tijdens mijn training. Dus hier ga ik zeker eventjes wat van proberen. En dat laat ik jullie natuurlijk ook even weten in een clipje. Ik heb de BCAA's Amino gebruikt in raspberry flavor vandaag tijdens mijn training. En ook die vind ik heel lekker. Hij is wel een beetje zoet. Daar moet je van houden. Ik hou daar enorm van. Klein detail wat ik altijd belangrijk vind bij de Body & Fit BCA's. Er staat op dat je 1 scoop moet mengen met 250 ml water. Ik doe altijd 400 of 500 ml water. Dan is hij iets dunner, verdund, iets meer verdund. Maar daardoor ietsjes minder zoet en is die iets minder korrelig. Want bij 250 ml wil die nog wel eens korrelig zijn. Maar verder, raspberry flavor is echt een topper. Want ik was een beetje bang voor de smaak, dat ik hem niet lekker zou vinden. Maar hij smaakt heel lekker. Dus top. Oh, dit is ook een leuke. Dit moest ik bestellen. Heb ik nog nooit gehad, ook van Body & Fit. Ik gebruik wel pre-workout en ik merk de laatste tijd dat ik heel veel werk, waardoor ik heel erg moe ben als ik ga trainen of uitgeput of noem het lui, maakt mij niet uit. In ieder geval, Ripped pre-workout heb ik besteld van Body & Fit en ook voor deze zal ik jullie even een wat meer over vertellen. Als ik morgen ga trainen, dan kan ik meteen een clipje maken, dus dan weten we meteen wat ik hiervan vind. Oké, update van de pre-workout, de Ripped pre-workout. Ik vind hem lekker. Hij is, dat is heel belangrijk, dat hij een beetje lekker smaakt. Hij smaakt een beetje pittig en dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik heb hem vandaag voor mijn workout gedronken. En ik moet je zeggen, ik ben natuurlijk een beetje jetlag nog op dit moment. En ik moet je zeggen dat het eigenlijk heel goed ging, de training. Dus ik vind het een dikke duim omhoog, die Ripped pre-workout. Oh, mijn gratis sample deze week is een Perfection Bar Crunchy. Dat zijn trouwens mijn favoriete bars. Als je dan, je hebt Smart Bar en je hebt ook Crunchy, Smart Bar Crunchy en niet Crunchy. En je hebt ook Perfection Bar Crunchy en niet Crunchy. En dan vind ik Perfection Bar Crunchy de lekkerste bars die er zijn. En dan heb ik dit keer White Chocolate Cookie Flavor. Heel benieuwd hoe die smaakt. Heb ik nooit eerder gehad. Mijn guilty pleasure met Perfection Bars is trouwens coconut chocolate. Oh, die is zo lekker. Echt. Perfection Bar chocolate coconut is my way to go. Dus mocht je nog Perfection Bars willen en je weet niet welke smaak, probeer die. Het is echt net een Twix of zo. Het is echt heel lekker. Oh ja. Dit had ik besteld, ja. Een Vortec Portable Mixer. Nou, die ga ik even uitpakken hoor. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? Er zitten zelfs batterijen bij in de doos. Ja, makes sense dat de batterijen in horen. 3 keer A. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. Ik was gewoon oprecht alweer vergeten wat ik heb besteld. Nou, hier heb je dus de Vortex, de portable mixer. Ja, dit is gewoon eigenlijk gewoon een shake baker. En dit stukje is dan waar de batterijen in moeten, neem ik aan. Makes sense, at least. Ja, en dan kun je op het knopje drukken en dan mixt die. Ga ik zo ook eventjes uitproberen. Dus geniet van de clip. Tijd om de Vortex even uit te proberen. Vandaag ga ik ook meteen de Ripped pre-workout uitproberen. Dus hebben we 2 vliegen in 1 klap. Ik ben heel benieuwd. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip-locking. But you, I know it, you know it. Nog een gratis bar erbij bij mijn bestelling. En dat was de Rocket Fuel Energy Bar. Dus dat is een soort pre-workout, denk ik. Dus die ga ik zeker gebruiken en even kijken of ik het wat vind en of ik hem lekker vind en zo. Ik ga deze nu proberen voordat ik Just Dance ga spelen. Dus ik ben benieuwd of ik hem lekker vind. Het smaakje coconut. Het ziet eruit als een super gezonde reep. Hij ruikt super lekker. Is die ook gezond? Ja, is die ook gezond? Hè? Weet ik niet.
Oh, deze is lekker joh. Hier ga ik er meer van bestellen. Hopelijk geeft hij me ook een beetje energie om te dansen. Oh, volgende wat ik had besteld was Yoki tea. Green chai tea. Ik heb dus nooit groene thee, want ik ben niet echt groot fan van groene thee. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga deze eens even uitproberen. Want chai vind ik dus wel heel lekker. Dus misschien dat ik green chai dan wel lekker vind. En groene thee is sowieso beter dan zwarte thee. Omdat daar gewoon voor je tanden sowieso. Dus ik ga deze ook een try geven. En even kijken of ik het wat vind. Oh ja, en als laatste heb ik multi-woman pillen gekocht. Dit zijn tabletjes. Ja. Tabletjes en er zitten twee van deze strips in. En dat is gewoon multivitamine, zit echt alles in. Hier ga ik mee beginnen. Ja, ik kan hier wel een clip over instoppen dat ik deze slik. Wat waarschijnlijk echt helemaal geen leuke clip is, want ik ben heel slecht met pillen slikken. Ik krijg 3 keer over mijn nek voordat ik een pil doorslik. Dus dit wordt nog wat, maar goed, we gaan het gewoon doen. Dus daar doe ik zeker geen clip van in deze video. We zijn alweer aangekomen bij het laatste product. En dit is ook de reden waarom deze doos zo zwaar is. Ik ga het er even bij pakken. Oh. Misschien kennen jullie het wel. Nocco. Nocco BCAA. Dus dit is hetzelfde als de BCAA amino's. Alleen dan in een blikje al. Dus, en dit is de smaak Caribbean. En eigenlijk heb ik deze smaak alleen gekozen omdat ik de kleuren van de cans op mijn Instagram pagina vond passen. Ja, ik weet niet wat voor een andere goede reden ik zou moeten bezinnen. Maar ik ben heel benieuwd. Ik heb meteen een tray van 24 blikken besteld. Dus ik hoop dat het lekker smaakje is. Anders zit ik met 24 blikken Nocco. Maar die gaan sowieso opkomen. Ja, dus dit is... heel erg benieuwd naar deze en ik ga jullie ook laten weten hoe deze smaakt en of ik deze lekker vind. Ja, ik vond het best wel lekker. Ja? Ja, dat was echt zoet ook. Ja, super zoet. Oké, ik ben weer even aan het vloggen. Ik ga nu deze even proberen. Ik dacht, ik moet toch wachten tot de PlayStation geïnstalleerd is en update. Dus Nocco tijd. Ik had al een zipje op van Nicky gisteren. En ik vond hem heel zoet, maar wel lekker. Maar nu ga ik het hele blikje opdrinken tijdens mijn Just Dance workout. Oh, ja, het is echt lekker. Het smaakt een beetje naar taxi deze. En het ruikt wel een beetje chemisch. Trouwens, die Rocket Fuel Bar, die rook echt super lekker. En die was ook super lekker, maar die is niet zo gezond. Dit ruikt zoet, smaakt naar taxi, is echt super lekker. En dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van de video. Ik ga jullie nog even wat meer vertellen over de giveaway. Maar dat doe ik eventjes niet hier. De giveaway die bij deze video hoort is als volgt. Ik mag 3 keer 50 euro shoptegoed weggeven bij Body & Fit. En hoe je die kan winnen is als volgt. Je gaat gewoon een bestelling plaatsen zoals je normaal ook doet. Je gebruikt de code MATTIA10 en heb je dat gedaan... Comment dan onder mijn laatste Instagram post. Ja, ik zal hem even hier neerzetten welke foto het is. Als je daaronder comment dat je een bestelling hebt geplaatst, dan doe je mee aan de giveaway. Vergeet mij niet te volgen. Vergeet Body & Fit niet te volgen op Instagram. En ja, tag ook je vrienden onder die foto, zodat ze ook mee kunnen doen aan deze giveaway. En ik hoop dat jullie heel erg blij zijn. 3 keer 50 euro shoptegoed bij Body & Fit. Best wel chill. Dus doe vooral mee. Succes. En wat nog meer? Wat moet ik nog meer zeggen? Niks. Niks? Nicky is goed. Nicky is leuk. En Nicky stinkt naar poep. Dus dat is de giveaway. Doe zeker mee als je wil winnen. En vergeet me natuurlijk niet te volgen op mijn Instagram. Daar hou ik het meeste van mijn fitness en voeding progressie bij. Ik zal ook in de donkere maanden, de wintermaanden komen weer aan. En dan ben ik altijd veel actiever in de sportschool. Dus mocht je dat interessant vinden, volg me dan zeker even op Instagram. Geef deze video een dikke like en vergeet niet te abonneren als je deze video leuk vond. En laat me in de comments weten of je meer wil weten over dit soort dingen. Ja, alle fitness gerelateerde vragen, video voorstellen. Laat het allemaal even achter in de reacties en dan zal ik daar volgende keer een video over maken. Voor nu,
Vergeet niet bij je bestelling Mattia 10 te gebruiken. Dus support je mij ook een klein beetje mee. Maar het allerbelangrijkste, dan heb je zelf gewoon lekker 10% korting. Hey, top. Dat moet je gewoon doen. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie heel graag de volgende keer. Tot ziens.